Ik ben eigenlijk op een gegeven moment gestart voor de jeugd. Om ze een beetje te behoeden voor de valkuilen in het leven, voor het blauwe met name. Dat was voor mij een belangrijk iets. En dat ze lekker kunnen trainen en lekker de draai vinden. Ik heb in het verleden ook wel eens kwam ik in aanraking met het zogenaamde onschuldige blootje. En er waren wat probleempjes en wat dingetjes. Het ging allemaal wat moeilijker, wat tegenslagen. En dan denk je bij jezelf van nou, dat is lekker relaxed. Maar als je dan op een gegeven moment achterom kijkt en je ziet dat het eigenlijk helemaal niet relaxed is. En dat de problemen zich alleen maar opstapelen. Dus dat is voor mij de aanleiding geweest van als het mij al, terwijl ik eigenlijk mijn gezinnetje al had. Mijn bokscarrière was eigenlijk al achter de rug. Dat het met mij al op de loop ging. Dat is voor mij een teken aan de hand geweest om gewoon te gaan starten. Beb op zijn plaats. Niet iedereen houdt van boksen. Kijk, als jij iemand met een spelletje besmet of in aanraking komt, dan raak je ervan van besmet. Maar er zijn ook jongeren die willen muziek maken. De kleinste zoon, Clark, die doet rappen. Nou, laat die gasten maar komen rappen. Je kan er een controle op uitoefenen. Je bent in de buurt. Maar ze kunnen zelf lekker de gang gaan. Alles is in feite mogelijk. Ik ben misschien nog wel zenuwachtiger dan voor de wedstrijden van vroeger. Maar dat komt misschien omdat je natuurlijk al jaren heb je een bepaald beeld voor ogen. En nu is het eigenlijk UU. Laten we zeggen dat we de finale instappen. Of de helpersweg eerste ronde. Heb je er wel vertrouwen in? Ja, zeker. Ja, want anders moet je er nooit niet aan beginnen. Dat is net met boksen. Als je geen vertrouwen erin hebt, als je het niet hard vertraint of je doet je best er niet voor, dan kan je er beter niet aan beginnen. Dus vertrouwen heb ik zeker wel.